Ik word door deze boom geattaqueerd met kastanjes. Goedemorgen, we zijn vandaag dinsdag 17 september en ik ben thuis vandaag. Ik heb namelijk recup, dus ik kan aan de slag voor zij of gaar en voor vogelvlogs. Ik heb vandaag wel beslist om tot rond 9 uur te slapen. Mijn wekker stond om 8 uur. Ik heb dan een uurtje verder geslapen omdat ik echt moe was. Echt waar. Hey, ik ben mijn video's aan het uploaden die ik gisteren heb geëdit. Ik ben aan het ontbijten aan mijn computer. En ik ben mijn mails aan het checken. Ik had namelijk een dringende inhaalbeurt nodig. Na de drukke week van vorige week. Het is een heel klein beetje uitstelgedrag vertoond. Maar we gaan nu terug aan de slag. Sinds de laatste keer dat ik jullie zag, heb ik gebakken. Een aantal... dingetjes. Daarvan ga ik nu ook foto's maken. Ik heb ook Mario Kart gespeeld met mijn zusje. En een paar oude thuisafleveringen gekeken. Dus niet echt veel productiefs behalve dat bakken. Hallo, het is nu 5:20 en ik ga een aantal foto's editen. Na het foto editen ga ik waarschijnlijk naar de Pip om mijn kleurboeken terug te brengen. Tijd om alle boeken te verzamelen van de buur die ik de afgelopen weken heb geleend. Dit is trouwens mijn outfit of the day voor vandaag. Past dit? Past dit niet? Of is dat te veel patroon op patroon? Laat het even weten in het bordje. Ik ben aan het twijfelen of dat zo net kan of net niet. Het is binnenkort trouwens tijd om mijn huis te vol decoreren. Voordat ik mijn uitstapje doe naar de Pip, moet ik misschien wel een keer checken of dat die nog open is. Maar normaal wel. Het is open tot 7 uur, dus ik heb nog een goed uur. Jij. Ik ben naar de bibliotheek geweest en ik heb een boek gevonden dat ik al lang zocht. Jij. Leukste momentje van de dag. Hey, ik ben op de vesting om Pokémon te spelen. Om mijn luisterboek te luisteren, om buiten te komen en beweging te krijgen. En om een aantal herstartikelen te verzamelen, want ik wil een blogbericht maken over hoe je goedkoop je huis helemaal herstklaar kan maken. Ik word door deze boom geattaqueerd met kastanjes. Later deze week ga ik ook nog naar een bos om mijn heerlijke herfstvlogs te filmen. Allee, een intro daarvan te filmen. Hallo, ik ben terug thuis. Ik ben een stuk gevorderd in mijn luisterboek. En ik heb ook 3 boeken mee van de bibliotheek. En een zakje vol herfstgedingen. Dan heb ik mee van de bibliotheek. We gaan beginnen met het dunste boek. Het dunste boek is het boek Onuitgesproken in de thuisreeks. Iets dikker is het boek Girl Online on Tour van Zoella. Ik heb onlangs het eerste deel opnieuw gelezen. En het dikste boek is het boek waar ik eigenlijk al even op zoek naar was. Het boek van Lucinda Riley, De 7 Zussen. Dit boek ontdekte ik tijdens een podcast. Ik kan eventjes niet komen op de naam van de podcast. Het is een Nederlandstalige
podcast. Ik ga met die zeggen hoe hij heet. Wat ik wou dat ik wist. En sinds dat ik de podcast heb geluisterd, had ik heel veel zin om dit boek te lezen. En hij was overal uitgeleend in de bib. Voor een tijdje. En nu was hij, stond hij op het rek met nieuwe boeken en met de boeken die je moet gaan lezen. En ik snel opgepakt voordat er iemand anders ermee ging gaan lopen. Want het is nogal een populair boek op dit moment. Zoals jullie wel al misschien weten, wil ik heel graag op reis deze zomer. Maar ik ben nog gaan naar deze zomer. Ik bedoel natuurlijk in december. Maar ik ben nog aan het twijfelen naar waar ik wil en wat dat de duurste, aardigste manier is om daar naartoe te reizen. Ik heb sowieso al heel lang een soort idee om door Europa te gaan reizen. Ik weet niet of dat ik dit nu ga doen of later. We zullen zien. Hey, het is 10:30. Ik heb een stukje mijn thuisboek gelistiqueerd van de bibliotheek. Ik heb TikTok gekeken, Instagram gekeken. En nu ga ik nog een klein stukje Pokémon doen. Want ik wil nog even al mijn vrienden op Pokémon een cadeautje sturen. En ik... even mijn ballen aan het verspillen aan hem, maar... Kun je gieten? Zap oké, man. Oké. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren hieronder. En dan zie ik jullie morgen weer in een nieuwe video. Doedels!